Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe video op Banjo Town. Vandaag is er één keer geen townies op de woensdag, vandaag ben ik er. Dat is namelijk omdat Banjo Town een nieuwe weekplanning heeft. Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat er bijvoorbeeld nu een nieuwe serie is als Goede Banjo, Slechte Banjo. En de power-ups zijn terug! Maar daar houdt de Banjo Town feest niet op. Afgelopen zondag deden wij onze 100.000 abonnees special online van de Hobbits. En vanaf dat moment is Banjo Town naar een nieuw niveau gegaan. Wat zei ik dat mooi. Laat ik vooral beginnen bij de oude weekplanning. Degene die jullie al een beetje kennen. Net op maandag Rick's avonturen. Elke maandag gaat Rick op pad voor de meest krankzinnige avonturen. Zo is hij afgelopen maandag naar Sint Maarten gegaan. Gaat hij misschien nog naar Sinterklaas? En laten we eerlijk wezen, Rick's avonturen heeft genoeg klassieke momenten waar we van houden. Elke dinsdag blijft de dinsdag tip. De meest rare, vette en gare gadgets komen daar voorbij. Vanaf shockkunst tot aan de suikerspinautomaat, alles is mogelijk. Elke dinsdag de dinsdag tip. Elke woensdag is Joeri er met Town News. Het laatste entertainment nieuws en Banjo Town News. Allemaal gebundeld in één item. Hoe gruwelijk is dat? Elke woensdag Town Nieuws. Elke donderdag, Bardo's donderdag en hoi, hier ben ik. Ik ben Bardo en ik ben elke donderdag op Banjo Town met nieuwe dingen. Als jij iets hebt waar ik naartoe moet gaan, roep het vooral in de reacties hier beneden. Misschien doe ik het. Bardo's donderdag is dus elke donderdag een item waarbij ik iets raars doe wat niet op Banjo Movies zou kunnen. Elke vrijdag is Vraag Je Vrijdag. Jullie vragen, wij beantwoorden. Met de hele Banjo Town crew gaan we het land door om de leukste vragen erbij te pakken en de leukste leden mogen die gaan beantwoorden. Vraag Je Vrijdag is elke vrijdag op Banjo Town. Voor de zaterdag hebben we het spiksplinternieuwe Oldschool Zaterdag. Er zijn zoveel oude video's van Bardo die niet op het internet staan dat wij ze online gaan zetten. Deze items kunnen over van alles gaan. Vanaf muziek tot aan gaming tot aan een sketch. Oldschool Zaterdag, elke zaterdag een oude video van Bardo. En als laatste hebben we op de zondag Wat Je Niet Wist. En wat je daar gaat zien weet ik ook niet, want dat is iets wat ik nu nog niet wist. Ha, snap je? Wat je niet wist. Elke zondag op Banjo Town. Alle shows komen dagelijks online om 5 uur. Onthoud het, 5 uur. Dat is de nieuwe vaste weekplanning en daar houdt het nog niet op. Wij hebben vanaf nu ook op Banjo Town van maandag tot en met vrijdag Goede Banjo, Slechte Banjo. Dat is het lang verwachte vervolg op de Tech It serie. Een Minecraft serie die begint met Jordi en met mij. En wij willen onze eigen stad gaan bouwen. Banjo Town. Volg onze avonturen in Goede Banjo, Slechte Banjo. Alle webshows, dus Rick's avonturen, Dinsdag Tip, Town News, Bardo's donderdag, Vraag Je Vrijdag, Oldschool Zaterdag en Wat Je Niet Wist. Die komen online om 5 uur. En elke dag is er een gameplay te vinden op Banjo Town om 2 uur. En nogmaals, van maandag tot en met vrijdag is dat dus Goede Banjo, Slechte Banjo. Nu denk je misschien bij jezelf, wow, dat is vet, hoe fixen jullie dat toch? Nou jongens, goed nieuws, want elke dinsdag, donderdag en zaterdag is er nog een keer een power-up om 7 uur op Banjo Town. Wil jij de weekplanning nog één keer bekijken? Dat kan in de beschrijving hier beneden. En ik heb een hele kleine primeur, want volgende week, onthoud het, volgende week, dan is BanjoTown.nl online. Al met al zou ik zeggen, hou Banjo Town in de gaten, want er komt fucking veel gruwelijke shit aan. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!